Soms zijn dingen niet wat ze op het eerste gezicht lijken. Heb jij dat wel eens meegemaakt? In dit verhaal hebben we een man die dacht dat hij een hond uit het ijs redde, maar toen achter de gevaarlijke waarheid kwam. Kijk tot het einde om te zien wat er was gebeurd. Voor we beginnen, zorg je dat je op de abonneren knop gedrukt hebt en ons kanaal met de notificaties aanvolgt. Hamster. Over de hele wereld heb je dierenliefhebbers. Er zijn dan ook een hoop mensen die een huisdier hebben. Hebben jullie een huisdier thuis? Wanneer je op zoek bent naar een huisdier, dan kun je online of in de supermarkt kijken of iemand kleintjes aanbiedt, of naar het asiel gaan en een dier adopteren. De mensen in deze video vonden een huisdier in het wild. Of tenminste, ze dachten dat het een huisdier was. Een van de dierenliefhebbers was een man genaamd Justin Hansen uit Noorwegen. Het was midden in de winter en hij had net zijn kinderen met de auto naar school gebracht. Het was aan het sneeuwen en de weg was bedekt met sneeuw en ijs. Opeens zag Justin een klein diertje over de weg rennen. Er waren nog een hoop meer auto's op de weg en Justin was bang dat het kleine wezentje het niet lang zou overleven op de weg. Wat als hij werd overreden? Dat vond Justin geen fijn idee. Zeker omdat het kleine dier verdacht veel op een hamster leek. Net zo eentje als zijn eigen dochter als huisdier had. Het zou zomaar iemands ontsnapte huisdier kunnen zijn, dat nu verdwaald, verward en in levensgevaar over de weg liep. Justin aarzelde dan ook geen moment en sprong uit zijn auto. Hij moest voorzichtig langs het overige verkeer manoeuvreren, maar wist het diertje te bereiken en met zijn handen voorzichtig te vangen. Hij wist toen zeker dat het een hamster was en was vastberaden om het arme beestje weer veilig bij zijn baasje terug te brengen. Justin ging gauw terug naar zijn auto en stopte het diertje zolang in zijn dashboardkastje, terwijl hij snel naar huis reed. Daar aangekomen vroeg Justin zich af hoe hij in hemelsnaam de eigenaar van het harige beestje zou kunnen vinden. Toen kreeg hij een idee en hij kroop achter zijn computer. Hij stuurde een e-mail naar een lokale krantredactie met de vraag of zij wellicht een bericht zouden kunnen uitsturen over de gevonden hamster. De opdracht werd toegewezen aan Sanna Drokset Burgstad, die toestemde om Justin te ontmoeten. Justin nam het knaagdier mee en de eerste stap van het stel was om naar een lokale dierenreddingscentrum te gaan. Daar zouden ze kunnen nagaan of iemand wellicht een hamster kwijt was. En wat denk je? Het reddingscentrum kon Justin en Sanna wel degelijk helpen, maar niet op de manier zoals ze hadden verwacht. Want wat bleek nou? Je voelt hem vast wel aankomen, maar de hamster bleek helemaal geen hamster te zijn. Wat was het dan wel? Het diertje bleek een Noorse lemming te zijn. Een knaagdier dat alleen in Scandinavië voorkomt en inderdaad wel een beetje op een hamster lijkt. Justin was compleet verrast dit te horen en realiseerde zich dat hij dus in feite een wild dier had gekidnapt. Het beestje was gewoon de weg aan het oversteken toen hij onderschept werd door Justin. Geef deze video een duimpje omhoog als je toch vindt dat Justin de juiste intentie had. En wat gebeurde er met de lemming? Deze werd zo snel mogelijk weer vrijgelaten op de plek waar Justin hem had gevonden. Kat. Nog een mooie vergissing was die van een dame in Argentinië. Florencia Lobo was samen met haar broer op pad toen ze twee kleine kittens vonden. De kleintjes zaten naast een oudere kat die helaas overleden was en ze zagen er hulpeloos uit. Florencia nam aan dat de dode kat hun moeder was, die helaas niet meer voor ze kon zorgen. Daarom besloot ze om de twee kittens mee naar huis te nemen. Daar verzorgde ze ze goed met water, melk en eten en een warm plekje om bij te komen. Ze kwam erachter dat de ene kitten een meisje was en de andere een jongetje. Helaas was het meisje al zo uitgeput dat ze niet lang meer overleefde. Maar het jongetje kwam er bovenop en Florencia noemde het kleine katje Tito. Ze zorgde goed voor Tito en gaf hem te eten en te drinken en speelde met hem. Het was een ontzettend schattig katje en Florencia was blij met zijn gezelschap. Ze maakte een filmpje van hem en foto's samen en genoot van het snoezige beestje. Ook Tito leek van de aandacht en de goede zorgen te genieten. Na een maand of twee voor Tito te hebben gezorgd, dacht Florencia dat het wel tijd was voor een bezoekje aan de dierenarts. Ze wilde weten of Tito helemaal gezond was en wellicht spuitjes of ontworming nodig had. Ze had hem tenslotte buiten gevonden, wie weet wat hij daar allemaal had opgelopen. Eenmaal bij de dierenarts stond haar echter een grote verrassing te wachten. De dierenarts wierp namelijk één blik op Tito en verklaarde dat hij niet helemaal wist wat Tito nou precies wel was, maar dat hij geen gewone huiskat was. Op aanraden van de dierenarts nam Florencia Tito toen mee naar het Horco Molle Natuurreservaat, waar het personeel haar wellicht kon vertellen wat Tito dan wel was. En wat denk je? Dat Tito tot de katachtige behoorde mag duidelijk zijn, maar een lieflijke huiskat was hij dus niet.
In het natuurcentrum wisten de medewerkers Florencia te vertellen wat Tito wel was, namelijk een jonge Jaguarundi, ook wel een wezelkat genoemd. De Jaguarundi komt alleen in Zuid- en Midden-Amerika voor en is een bijzondere katachtige. De Jaguarundi heeft namelijk geen directe familieleden. Het lijkt erop dat het dezelfde voorouder heeft als de puma, maar heeft verder meer weg van een marterachtige. Jaguarundis worden niet heel groot, van kop tot romp worden ze gemiddeld 60 centimeter lang en dat maakt een verwarring met een huiskat, tenminste als ze nog klein zijn, een beetje te begrijpen. De ontdekking betekende dat Tito natuurlijk niet meer met Florencia mee terug naar huis kon. We kunnen ons voorstellen dat ze daar allebei teleurgesteld over waren, maar Tito zou beter af zijn door weer in het wild vrijgelaten te worden. Hij werd door het personeel van het natuurreservaat uitgezet en we hopen dat Tito nog lang en gelukkig leeft. En misschien is Florencia wel gemotiveerd om nu een katje uit het asiel te adopteren, een echte kat dit keer. Ben je trouwens al op ons kanaal geabonneerd? Voor we verder gaan en eindelijk zien wat de man uit het ijs redden, zorg dat je je aanmeldt en ook het belletje aantikt om bij elke nieuwe video een berichtje te krijgen. Je wilt deze mooie verhalen niet missen. Hond. Voor het verhaal van de ijshond gaan we naar Estland. Een aantal bouwvakkers was aan het werk bij de Sindidam in de Parnu-rivier. Rando, Robin en Erki waren hard aan de slag toen een van hen opeens een dier in het ijzige water zag. Het ijs was niet stevig genoeg om erop naar het dier te lopen, daarom aarzelden ze niet en braken het ijs zodat er een doorgang in het water ontstond. Rando waadde toen door het koude water naar het dier toe en trok het naar de kant. De vacht van het dier zat vol met ijs en hij was helemaal stijf van de kou. Wat een held, hè, die Rando. Zou jij hetzelfde hebben gedaan, denk je? Het zal geen pretje zijn geweest om in het ijswater te stappen. Toen het beest eenmaal op de kade stond, haalden de werkers gauw een handdoek tevoorschijn en begonnen het arme dier af te drogen. Het was duidelijk dat het beest erg onderkoeld was en hoewel het op een hond leek, vonden ze het er toch een beetje als een vreemde hond uitzien. Hij was erg groot en zwaar, droeg verder ook geen halsband of iets dergelijks. Wat ze echter wel zeker wisten, was dat het dier zwaar onderkoeld was en hulp nodig had. Daarom droegen ze het dier naar de auto en Rando ging achterin zitten met het dier op zijn schoot. Ze belden naar de dierenbescherming en deze raadde hen aan om naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek te rijden. Het beest was erg kalm toen ze hem optilden en ook toen ze wegreden keek het alleen maar even op en sliep de rest van de reis. Het zal uitgeput zijn geweest van het lange zwemmen in de ijskoude rivier en kon letterlijk geen poot meer verzetten. Het vermoeden was dat hij tijdens het lopen op de rivier door het ijs was gezakt en niet meer uit het gat had kunnen komen. Het was een geluk geweest dat Rando en zijn collega's hem die dag op tijd zagen. Ze brachten het beest gauw naar de lokale dierenkliniek. Daar wist het personeel ook niet gelijk wat voor dier het nou was en vroegen de hulp in van een lokale jager die in het gebied werkte. Deze wist ze al gauw te vertellen dat het inderdaad geen hond was, maar een jonge wilde wolf. Dat zal wel even slikken zijn geweest voor Rando en zijn team. Ze hadden met een echte wolf in de auto gezeten. Denk je dat ze het dier ook hadden gered als ze van tevoren wisten dat het eigenlijk een wolf was? Het jonge dier was nog geen jaar oud en was inderdaad erg onderkoeld. Hij had ook een veel te lage bloeddruk en was in shock van het hele gebeuren. Ze zorgden dat hij weer op temperatuur kwam, dat hij te eten en te drinken kreeg en hij werd daarna met een GPS-trackingapparaatje uitgerust. Toen legden ze de wolf maar voor de zekerheid in een grote kooi met een muilkorf om, zoals wordt aangeraden bij zulke wilde dieren, zodat hij, als hij straks helemaal bijkwam, geen gevaar voor zijn redders zou kunnen betekenen. Als het dier al een volwassen wolf was geweest, dan was het natuurlijk een stuk lastiger geweest voor de werkers om hem te redden. Maar omdat het dier nog niet volgroeid was, leek het op een afstandje inderdaad op een hond die vast zat in het ijs. Omdat de wolf sterk en verder helemaal gezond was, konden de medewerkers van de dierenkliniek hem de volgende dag alweer in het wild loslaten. Toen de Bond voor de Dierenbescherming in Estland van het verhaal hoorde, boden ze aan om de behandeling van het dier volledig te betalen. En het was ook hun idee geweest om een GPS-tracker aan het dier vast te maken, zodat ze hem in de gaten konden houden. De Bond vond het geweldig wat de mannen voor de wolf hadden gedaan en was iedereen die erbij betrokken was erg dankbaar. Er zijn nog maar weinig wolven in het wild te vinden in Europa en elk exemplaar dat het overleeft is er eentje meer. Zonder de heldhaftige bouwvakkers was deze jonge wolf zeker verdronken die dag. Rando zelf vertelde dat hij wellicht iets minder dapper was geweest als hij wist dat het een wilde wolf was, maar dat hij toch zijn best had gedaan om het dier te redden. Hij vond daarom toch niet dat hij een fout had gemaakt. Geef deze video een like als je dit ook een goed verhaal vindt en als je het ermee eens bent dat het toch geen fout was. We horen graag in de comments wat jij van het verhaal vindt.
Vergeet ook niet die abonneren knop in te drukken. Zo weten we dat je onze video's graag kijkt en kunnen we er meer blijven maken.